het een beetje de cultuur, de historie van dit schip van de afgelopen jaren. Even nog in herinnering, het filmpje al gezien, maar deze dag was toch ook wel speciaal bedoeld. 20 augustus, nu 60 jaar geleden, was denk ik koning Juliana zich aan het opdoffen met haar hofdames om naar het schip te gaan. Want u zag het al met die auto, ja, ze moest gewoon optreden. En met name dat hijsen van die vlag, daar had ze volgens mij niet op geoefend. U zag ook in het filmpje dat echt zoiets van, oh ja, moet ik dat doen? Ja, nou geef een touwtje dan maar. Ze had een handtasje nog aan haar hand, aan haar arm bungelen. Ja, maar ze heeft het mooi geklaard en het vlaggetje wapperde. Datzelfde lijntje, als u vanmiddag een van de tours doet, komt u ook dat lijntje tegen. Want dat hangt daar al echt, nou ja, inmiddels weer terug op de originele plek. Dat is eventjes 20 jaar in Amerika geweest. Want toen het schip bij de Holland America Line uit de vaart ging in 1997, heeft Albert Schonebeek toen als eerste stuurman ervoor gezorgd dat het bewaard bleef. Kastje en al. Nou, dat heeft er ergens in een kast gelegen en dat heeft toen met de handtekening van Stijn Kroes, de hoogste baas van de Holland America Line, in bruikleen is het toen aan onze stichting gegeven. En het kwam hier aan, nou ja, werkelijk fantastisch. In een grote koffer werd het uitgepakt. En onze vrijwilligers, die alles kunnen wat je wil ongeveer, die hebben dat fantastisch gerestaureerd en het hangt er weer. Maar wel in bruikleen. Het kleine bordje wat eronder zit, dat hoeft er wel bij. Nou, ik vind het fantastisch als hij er maar hangt. Nou ja, hier hebben we het dus over. En ik zeg wel eens, als je nu met een moderne drone hierboven gaat hangen, dan zie je eigenlijk nog steeds hetzelfde schip. Hè? In grote lijnen, behalve misschien het achterschip, is er heel weinig veranderd. En we hebben het over cultuur. Dat is dus van alles en nog wat. Hè? Het is natuurlijk toegepaste kunst, dat wil zeggen, het zit gewoon meestal gewoon verbonden met het interieur. We hebben het over interieurarchitecten, interieurarchitectuur, muziek en dans en culinair. Dit lijstje van artiesten die allemaal aan boord, helemaal volledig hoor, maar die zult u allemaal tegengekomen zijn ook. En dat ging maar door. En sommige waren zoals Frank Sinatra, heeft hij geloof ik één avondje gespeeld tijdens een soort promotiebijeenkomst in New York. Maar er waren ook die dus tijdens de jaren 70 organiseerden de hal jazzcruises, die langer aan boord verbleven. En Duke Ellington is hier aan boord geweest. En dan kreeg je een heel programma. Daar kwamen die mensen ook speciaal voor. Nou, je ziet hier allemaal bekende namen staan. Oscar Peterson, Ella Fitzgerald is aan boord geweest. En die speelden dus zeg maar zo de hele reis door, gedurende een week, hun repertoire. Ray Charles is aan boord geweest, een fantastisch begrip die man. Je ziet hier hoe uitgelaten hij hier erbij staat. Het is ook een prachtig plaatje, links Dakota Staten. Leonard Feather, die was de man in het midden, die was aan boord, was een soort lecturer noemde ze dat aan boord. Die vertelde verhalen, een muzikaal historicus. En de man met de strepen, dat is de eerste stuurman, Postumus, Dirk Postumus, later ook kapitein geweest op dit schip. Ja, je ziet, er staat er een beetje bedeesd met al die architecten, met al die artiesten. Maar het was natuurlijk fantastisch, een feest om al die mensen live aan boord te hebben. En wat ze dan ook deden, als er zo'n programma was, dan gingen ze langs bij al die artiesten om handtekeningen te verzamelen. En dat was natuurlijk geweldig, dat je dus de originele handtekening had van Dave Brubeck bijvoorbeeld, dat je die mee naar huis kon nemen. Dus wij hebben als stichting van allerlei kanten, hebben wij in de loop van de tijd diverse van die kaarten gekregen. Dat is toch wel geweldig. De hal doet het nu nog wel, want nu varen ze de hele wereld nog steeds over. Het is een mooi voorbeeld. De Cili, ja, dat soort orkesten, maar die kwamen ook aan boord. En die maakten dan een klein grammofoonplaatje. Nou, ik heb thuis een pick-up die je kunt aansluiten, ook op USB, op de computer. En ik heb het eens afgeluisterd. Nou, ik moet zeggen, daar heeft u zeker niet in gespeeld, want dat was niet om aan te horen. Nee, dat was echt van het niveau dat je denkt van ja. Nee, het was dus niet allemaal altijd tijdens al die reizen met top. Ze kon niet altijd Benny Bosman aan boord hebben en al die groten der aarde die we net zagen. Dus er waren ook wel eens wat mindere goden die aan boord werden gearrangeerd. Ik heb zelfs begrepen, ik weet niet of het dit orkest was, dat is een mooi boekje, Waltzing on the Waves. Dat is door George Reugeling geschreven. Hij kon helaas niet aanwezig zijn vandaag, hij was er graag geweest. En in dat boekje beschrijft hij dat op een gegeven moment Lou van Rees, die was hier een soort bemiddelaar voor artiesten. Die had een kantoortje in het halkantoor. En wat gebeurde er? Die kwam ineens op het idee dat het allemaal anders moest. En die had een Italiaanse band, ik weet niet of deze het is, uitgenodigd om te gaan spelen. Maar toen die Italiaanse band in New York aan boord kwam, kwamen ze erachter dat ze niemand konden begeleiden. Die waren helemaal niet in staat om flexibel, zoals de heer Bosman juist vertelde, hier en daar in te springen. Dus toen hebben ze in paniek, hebben ze dus naar Rotterdam gebeld. Stuur alsjeblieft, toen met het vliegtuig, een band op die dat wel kan, want anders hebben wij geen amusement aan boord wat past bij de passagiers.
Nou, uiteindelijk heb ik begrepen is dat ook het einde geweest van het Louvainese contract bij de Holte Medicalijn. Dat nooit meer in ieder geval was dan het idee. Ja. Maar ja, je moet het wel vol zien te krijgen bij de hals. We hebben nu 15 schepen trouwens. En dat is het komen en gaan van artiesten. En dat zal in die tijd niet anders zijn geweest. En artiesten waren natuurlijk ook aan de wal heel populair. Ja, dat hoorde net al. De heer Bosman zou misschien best wel langer hebben willen spelen. Maar de wal trok ook met mooie aantrekkelijke projecten waar je kon spelen. Over naar de bouw. Dit is toch wel een interessante foto. Dit is de bouw van het schip, het bouwteam. Met in het midden natuurlijk de heer de Bonchy. Dit is de heer Reugling, een van de directeuren in die tijd. Elvers, dit is de architect van deze mooie zaal, moet je je voorstellen. En zijn broer, ik heb hier de bevoorrechte positie dat ik niet alleen u kan zien, maar ook het mooie kunstwerk daarachter, het leven van Dick Elvers. Echt een monumentaal kunstwerk. Hier zien we Han van Tienhoven. Twee van zijn kinderen zijn hier in de zaal aanwezig overigens, dat is wel leuk. Hier zijn we de heer Stapel, de ingenieur-directeur. Dit was mij. Dit was Weideveld. Daar kom ik zo meteen even op terug. Even kijken, naar Weideveld kwam meneer Engelen, de heer Mutters en dit is de heer Wirt. En dit was een dame die de stand bijhield. De heer Wirt was ook een belangrijke architect die de grote ruimtes achter op het schip de smoking room heeft gedaan. Ja. En ik heb toch wel, je moet je voorstellen, de Bonchy was een visionair. Dat heb je ook wel gezien net in dat filmpje. Hij had het idee, ik wil een schip ontwerpen wat niet alleen de lijndiensten kan doen, want dat vliegtuig, jullie hebben gezien, Beatrix ging vrolijk terug met het snelste vervoermiddel van die tijd, zoals het zo mooi gezegd werd. En die vloog in, misschien die tijd, 10 uur terug met een vliegtuig naar Nederland. Dus hij zag wel aankomen dat het schip een langere carrière moest hebben, maar dan als cruiseschip. Nou, daarvoor had hij dus een mooi schip willen maken. En u ziet een enorme waslijst van architecten en kunstenaars die eendrachtig samenwerkten om hoe dan ook dat schip dus mooi te maken. Maar je ziet ook verbanden en Mutters, die kon eigenlijk alles. Die ontwierp gewoon niet alleen het interieur, die bouwde het ook, die ontwierp ook de kunst. Mevrouw Mutters deed ook dapper mee. Nou ja, wat ik al vertelde, Kees Elvers die deze zaal ontwierp, die schakelde zijn broer in, Dick Elvers, om dat kunstwerk Het Leven, wat bij de porseleinenfles in Delft is gemaakt, te maken. Want er is ook altijd nog twee, hè? Je hebt dus één het ontwerp en twee, het moet nog wel soms gemaakt worden. En de porseleinenflat in Delft is daar natuurlijk fantastisch. Je hebt trouwens ook een prachtig museum, kan ik u aanraden om ook eens naartoe te gaan. Zeer de moeite waard. Van Tienhoven had ook zo zijn eigen kunstenaars om hem heen waar hij nauw mee samenwerkte. Bijvoorbeeld Nico Nachler, die de kunstwerken in de eetzaal heeft gedaan. En er waren natuurlijk interieurbouwers. Hele bekende namen zijn natuurlijk Pander en Mutters, maar ook Eckhart Meubelfabriek, De Lint, die heeft een paar zalen ingericht. Kapiteinshut moest ook mooi zijn, daar ontving hij belangrijke gasten en zijn belangrijkste personeel, om het zo maar te zeggen. Dit is een schilderij van Schouwman, daar hangt nu een nepper eigenlijk. Dit is een reproductie, het origineel hangt op de Nieuwe Rotterdam. En u begrijpt wel, als die Nieuwe Rotterdam hier weer eens komt, ga ik kijken of ik kan ruilen, maar ik wil hier eigenlijk de echte wel hebben. Akkermans heeft vrij veel op het schip gedaan. Het was, zoals Van Iersel zo mooi zei, een figuratief kunstenaar, geen monumentaal kunstenaar. Mm-hmm. Nou, daar kan je van alles van vinden, maar het is wel kunst in het schip, zoals deze klok bijvoorbeeld. We hebben boven dan de Sky and the Sunroom, dat was een soort dagverblijf voor de passagiers. Architectenbureau Mutero van Schuil, Joost Schuil en Schönau. Schönau zorgde meer voor de meubels. Twee kunstenaars, Akkermans en Teus van den Berg. In de Skyroom heb je een prachtig kunstwerk. Het is het zonneschip, wat u op de achtergrond ziet. Daar konden de passagiers die op het spoordek verbleven even een kopje thee drinken. Want het was wel natuurlijk de formele jaren 50. Dus je kon niet in je korte broek en in je polo door het schip gaan lopen. Daar dus wel. Ik had hier een Amerikaan een paar jaar geleden en die zei, I want to see the flying hamburger. Nou, u denkt meteen van, ja natuurlijk, dat is net een hamburger daar, maar bij mij viel het muntje pas veel later. Want dit is natuurlijk Saturnus met een zon en een papyrusboot. Ja, wie verzint zo'n kunstwerk? Ja, dat was dus Akkermans, kan zeggen wat je wil. En dit is de Sunroom, niet meer in deze staat te bewonderen, maar de ruimte is er nog wel. Met op de achtergrond het kunstwerk van Teus van den Berg, dat is in de halperiode al verdwenen. Dit is een ander mooi voorbeeld, de officier in messroom. Nou, je ziet toch keurig hier, al die officieren, die zitten daar netjes in het gelid. Als ze vrij hebben, gaan ze daar even zitten eten. En misschien willen ze wel eens een borrel. Nou, dat is uit de hand gelopen tot dit ongeveer, de meerpaal zoals het heette. Er is nog een actiegroep geweest onder oud-bemanningsleden om de meerpaal overeind te houden, deze bar.
En u ziet daar op de achtergrond datzelfde kunstwerk, dat is wel grappig. En u ziet hoe enorm die zaak verbouwd was. Ik begrijp het ook heus wel, je wil ook wel eens een borreltje drinken na werktijd. Maar we hebben het kunstwerk van Akkermans wel kunnen houden. En dat hangt dus nu netjes boven op het Sundek, kunt u vanmiddag ook langslopen. Dat metalen stripje wat erin zit, dat hoort er dus in. Ik dacht tijdenlang dat iemand zich vergist had met zagen. Maar als je goed oplet, dat kunt u misschien niet helemaal zien, maar dan ziet u dit kastje, dat stripje, dat zat er dan diep door. Dat zat er toen in. Het is echt bladgoud, ik meen niet of Harry mij dat verteld heeft ooit, maar iemand wees mij erop van, denk Klaas, dat is niet zomaar, dat is echt bladgoud. Dus afblijven vanmiddag, voorzichtig. Even een idee van dat schip, want je moet je voorstellen, op de klassieke passagiersschepen had je de verticale klasse indeling. In het midden voor de eerste klasse passagiers, achterop toeristenklas en helemaal nog een stukje derde klas in het voor- en achterschip. Bij dit schip had de machine het helemaal radicaal anders gedaan, een horizontale klasse indeling. Dat hield dus eigenlijk in dat dit dek helemaal voor de eerste klasse passagiers was en dit dek helemaal voor de toeristenklasse passagiers. Maar hoe kom je nou langs elkaars dekken zonder dat je gaat mengen? Want dat moest natuurlijk tijdens de lijndiensten in ieder geval wel gescheiden blijven, niet tijdens cruises. Nou, hier ziet je ook al die dekken eronder, die waren allemaal afwisselend gedeeltelijk voor eerste klas, toeristenklas. Daar kon nog in geschoven worden ook. Nou, daar is het centrale trappenhuis voor ontworpen. Ik noem dan even de naam van Weideveld. De Monchy is een visionair, zei ik al. En ja, dat zijn hele belangrijke mensen. Maar ze hebben soms één punt, dat is de realisatie. Daar wordt nog even niet meteen over nagedacht. En Weideveld kreeg de eervolle opdracht. Weideveld was geen kleine architect overigens. Die had op de Nieuw Amsterdam Grand Hall ontworpen en de Ritz-Carlton. Was een gerenommeerde architect, maar inmiddels niet meer zo jong. En hij had geen eigen bureau meer. En hij kreeg de opdracht om dit fraaie geheel, wel in de moderne jasje, in dit schip in te bouwen. En het liefst in een cirkelvormige oplossing. En hij had daar iets prachtigs bij bedacht, met een soort lichtkoepel bovenop, een soort atrium noemen we dat tegenwoordig. Maar hij kwam er niet uit. En ik heb een tijdje geleden nog eens even de bouwverslagen doorgenomen uit die tijd. En dan zie je ongeveer de irritatie bij dat bouwteam wat ik net liet zien op. Dat die irritatie stijgen, want jeempje, waar blijft die Weideveld nou met zijn tekeningen? Want we zijn nu al het groeide van dek naar dek. En hij moest met zijn tekeningen komen om dat traphuis in te bouwen. Hij kwam er niet uit. Nou, dat is... Er zijn hele dramatische verhalen over, maar laat ik maar zo zeggen, dat is geëindigd in een scheiding. Hij kwam uit het bouwteam en toen heeft Fantine over het op een briljante manier overgenomen. En die heeft het rechthoekig gemaakt van eigenlijk twee in elkaar geschoven trappenhuizen. Met in het midden dus een glaswand van boven tot onder. Zes glaspanelen, als u er doorheen loopt, kunt u ze allemaal bekijken. U mag ze ook aanraken, het is allemaal glas, glasfusing. De Van Tetterode glasfabriek in Amsterdam, die trouwens nog steeds bestaat en nog steeds nu weer werkt in de moderne jachtenbouw, vlakbij Sloterdijk, die heeft dit gemaakt. Want ook daarvoor geldt, een kunstenaar kan wel iets bedenken, maar je moet het wel maken. En het zijn vrij grote glaspanelen. En die heeft hij dus door de Van Tetterode glasfabriek laten maken en plaatsen. Om dan toch in dat dubbele ingeschaarde trappenhuis, wat zo op het toneel moeilijk is uit te leggen, moet u straks weer even zelf gaan bekijken. Tijdens de lijndiensten die de passagiers gescheiden te houden, waren de scheidingswandjes. Dit is er één van. Dus waar die gele brandblusser staat, daar was de toeristenklastrap. En daarbuiten, waar de foto vandaan genomen is genomen, was dus allemaal de eerste klas gedeelte. Kwam het schip in New York en ging het op cruise, zoals het heette. Dan gingen de schuifwandjes open, dan was het één klassenschip, had je nergens last van. Die wandjes hebben er tot 2007 ingezeten. En onze vrijwilligers hebben dus nu een klein stukje wand, zoals we vanmiddag zien, nagebouwd. Nou, dit is ook een mooi voorbeeld van zo'n glaswand in zo'n trappenhuis. Heel onopvallend, moest wel mooi zijn, door de Van Tetterode glasfabriek gemaakt. En hier ziet u een van die panelen in het trappenhuis. En je kijkt er dus niet doorheen, er scheen wel licht doorheen, het was heel ingenieus gedaan. En aan de andere kant liepen de eerste klaspassagiers, dus ze zagen elkaar niet. In dat trappenhuis prachtige beeldjes van Brinkgreven. Is de familie Brinkgreven trouwens aanwezig? We hadden dat wel uitgenodigd? Nee, ik zie geen herkenning. Geur Brinkgreven was een Amsterdamse medailleur die heel veel bronswerk maakte. En dit is de originele opstelling op het schip met die kastjes daarbij. Hij heeft zich laten inspireren door de Tempest van Shakespeare. Acht beeldjes. Links zien we Ariel, die airy spirit, zoals Shakespeare het zo mooi zegt. Rechts zien wij koning Alonso van Napels. Nou, een hele intrigue tussen twee families. Links zien we Caliban, dat was een soort inboorling op het onbewoonde eiland waar Miranda met haar vader Prospero verzanden. En rechts Stefano, de dronken butler.
Nou, heel verhaal, je moet het nog maar eens nalezen. De beeldjes zijn bewaard gebleven en ze hangen daar keurig in het trappenhuis, alsof ze nooit zijn weggeweest. Nico Witteman die ontwierp dit kunstwerk. Dat zijn de vier winden met aeolus, heb ik me laten vertellen. Dat zijn dus geen engelen, maar dat zijn eigenlijk blazende winden. Ja, je leert veel als je hiermee bezig bent. Dat is eigenlijk nu op dit moment in de Captain's Lounge. Dat scherm dat stond eigenlijk meer naar voren toe als je bij het trappenhuis binnenkomt. Dat was eigenlijk het eerste kunstwerk wat de eerste klas passagiers zagen als ze aan boord kwamen. Dit is de kaart van de vouw. Nou, daar heeft Harry het al over gehad. Daarachter bevond zich de kapsalon, toeristenklas, voor de dames en voor de heren. Ik heb daar ooit één keer mijn haar laten knippen, omdat ik toch wel wilde dat mijn haar... Ik heb het jaren daarna niet meer laten knippen natuurlijk, maar ik vond het geweldig nog een keer mijn haar op Rotterdam te hebben kunnen laten knippen. Waar hebben we nog geen kapsalon aan boord, Tom? Dat zou toch geweldig zijn? Ideetje misschien, wie weet. Dat mensen die kunnen knippen. Nou, hier even om toch, Harry noemde ook al onze vrijwilligers die heel veel werk verrichten. Dit zijn de twee, dit is niet Nico en Witteman, dit is gewoon links is Henk Salé en rechts is Alfons Kroes. En die hebben net even dat kunstwerk, het stadswapen van Rotterdam, gerestaureerd. Dat heeft af en toe een oplapbeurt nodig, die vogels, en die worden gepoetst en vastgezet met eentoerschroeven. En dan kom je de volgende dag kom je daar en dan hangen de mensen de rustige jas aan op. Dat is heel merkwaardig. Die herkennen dat blijkbaar niet. Ja, echt waar, die herkennen dat blijkbaar niet als kapstok. Ik bedoel, als kunstwerk. Nou, aan de andere kant, Juliana, dat is dus bij de eetzaal van de toeristenklas. Ik heb gewoon even het trappenhuis naar beneden gelopen. Pieter de Monchy. Daar ziet u ook die leeuwtjes. Daar hebben we er gelukkig twee van kunnen redden. De bovenste twee en de onderste vier zijn opnieuw gemaakt. Ja. Het theater waar u nu bent, ja, Kees Cornelis Elfers. Van den Berg heeft de wandbekleding gemaakt. Nou, u hoort wat een goede akoestiek dat heeft. Dat is zeg maar textielbehang. Dat was voor die tijd dus ook wel vrij modern. Dankzij het Textielmuseum in Tilburg trouwens is dat ook weer teruggekeerd. Nou, ik vertel wel Dick Elvers het kunstwerk, maar, kom ik zo meteen op terug. Frank Nix heeft hier ook wat gedaan. Dit is theater in 1959 en dit is in 1999. Nou, kijk om u heen, het is nog steeds niet veel veranderd. U zit op andere stoelen beneden, maar verder de aankleding is hetzelfde. Nou, het is prachtige kunstwerk, ik kijk daar steeds naar, maar nou ja, als u straks de zaal uitgaat. Kijk, dat kunstwerk, dat is mooi, dit is een azuurscherm. Het is van keramiek, gemaakt porseleinen fles. Dat was eigenlijk een staar in de weg. Het was bedoeld om lichttoetreding vanuit het foyer tegen te gaan en om de mensen over de zaal te verdelen. Maar hoe gaat dat met zo'n scherm? Als je de zaal binnenkomt, wil je eigenlijk alleen maar een plekje hebben, net als u. Je gaat naar binnen, je kijkt niet naar dat scherm. En als je de zaal uitgaat, dan wil je of de lunch of de borrel of je wil naar bed en dan ga je er ook weer snel langs. Dus er was eigenlijk nooit een serieuze blik op geweest. Totdat ik hier met mensen van de Rijksdienst stond en die waren er niet meer weg te slaan. Het schijnt echt monumentale kunst te zijn. Het heeft ook een naam, het leven. En als u straks weggaat, moet u toch even goed naar kijken, want dan ziet u allerlei elementen daarvan erin terug. Nou, theater werd ook als kerk gebruikt inderdaad op zondagmorgen. En we wisten eigenlijk niet meer, deze foto heb ik ooit hebben we uit het stadsarchief gehaald in 2002 al, toen wij foto's aan het waren verzamelen van het schip. En dat was ook heel mooi, deze zaal kon dus voor alles nog wat worden gebruikt. Als voor films, nou, voor wat wij nu doen, voor modeshows, maar ook als kerk op zondagmorgen. En daar kreeg dus Frank Nix van Kees Elfers. De familie Nix is ook aanwezig, heel, heel fijn. De opdracht om twee panelen te schilderen die voor alle gezinten aantrekkelijk waren. Nou, dit is Jezus bedaagt de storm en dit is de wonderbare visvangst. Wij wisten eigenlijk niet dat ze bewaard waren. Want dit was de enige foto die we hadden. En pas toen Sandra van Berken, die er vandaag trouwens helaas niet bij kan zijn, deze vond met de signatuur van Frank Nix, dachten wij van, hé, dat zijn belangrijke kunstwerken. Dus die zijn nu ook te zien boven in de Captain's Lounge op het beentek. Peter Rovers heeft ook twee kunstwerken gemaakt, twee bronzen reliefs. Links de Zwanenritter, rechts Elsa van Brabant. Heel kort samengevat het verhaal, Elsa van Brabant erfde een hertogdom, een koninkrijk hertogdom, bij Kleven, vlak over de grens. En zij was alleen, was vrouw alleen. Nou, ook nu hebben vrouwen alleen het soms moeilijk, maar zij had dat ook. En wat deed, al die opdringende ridders, die wilden met haar trouwen. Want die dacht van, ja, als ik met haar trouw, dan ben ik ook eigenaar van dat hertogdom. Nou, dat was natuurlijk, naar haar gevoel, ze voelde niks van al die opdringende stoere ridders. En op het moment dat de meeste stoere ridder haar ongeveer verplicht om met haar te trouwen, had zij een rozenkransje waar een belletje aan klingelde. En dat klingelde. En wie verscheen er over de Rijn? Een witte zwaan met daarachter een ridder op een bootje. Ja, het klinkt allemaal te gek om waar. Het is een oude Rijnsage. Dus heel oud, honderden jaren oud verhaal, oud Rijnverhaal.
En hij stapt van het bootje af, stelt zich voor, verslaat die woeste ridder, trouwt met Elsa van Brabant. Ik ga even grote stappen door het verhaal heen. Maar er is één voorwaarde. Zij mag nooit aan hem vragen hoe hij heet en waar hij vandaan komt. Oké, dat gaat jaren goed, tot ze kinderen krijgen. En dan begint het toch bij haar een beetje te knagen. Zo van, ja, Jamie, hoe moet ik nou mijn kinderen uitleggen waar hun vader vandaan komt? Dus op een onbewaakt moment, waarschijnlijk s'avonds in bed voor het slapen gaan, zegt ze toch van, god, hoe heet jij eigenlijk en waar kom jij vandaan? Op dat moment verstart zij helemaal en hij helemaal. En hij zegt, oei, nou is de betovering verbroken. Ik moet nu weg, dit kan niet meer. En hij snelt naar buiten. De zwaan vaart voor met het bootje. Hij stapt op, nooit meer teruggezien. Nou, dus ik geef maar, de moraal van het verhaal is, als je ooit een belofte aflegt, hou hem overeind, want je ziet wat er van kan komen. Maar hoe dan ook, daar heeft dus Peter Rover zich te laten inspireren en die heeft deze twee prachtige bronzen reliefs daarvan gemaakt. Die zijn ontvreemd, verdwenen in Gibraltar toen het schip daar lag. Zijn best wel zwaar. En op een mooie zomerse dag zoals vandaag hebben Sandra en ik zijn naar Heijen gereden, een klein plaatsje. Het is nog net Oost-Brabant, aan de andere westkant van de Maas, net boven Boksmeer. En daar hangen in het kasteeltje, waar Peter Rovers zijn atelier had en waar de familie nu nog steeds woont, de originele mallen. En die hebben dus, wij al hebben als stichting toen voor het geld gezorgd in 2009, via fondsen. We zijn een ambi, ook voor u goed om te weten. Alle donaties met een ambi-status krijgt u daar nog veel meer van de belastingen van terug. Dus hoe dan ook, ik zeg het maar eventjes. We hebben dat gefinancierd en de familie heeft het laten gieten en ze hangen er weer. Ik vind ze mooier dan ooit trouwens. Nou, dan kent u meteen het hele verhaal erbij als u daar vanmiddag langs loopt. Hier staat de familie, links ziet u Peter Rovers nog, hij is in 93 overleden. En rechts ziet u de tweede generatie en de derde generatie Rovers. Beste Doroen, nou wordt het helemaal mooi, want hier hebben wij Christa van Santen in de zaal die de kunstwerken heeft gemaakt. Beste Doroen is door Van Tienhoven ontworpen. Van Tienhoven was een architect die ongelooflijk veel interieurs op schepen heeft gemaakt. Hij was eigenlijk een leerling van Lyon Cachet. En het grote schip, de Oranje bijvoorbeeld, daar was hij eigenlijk als een beetje de hoofdarchitect. En zijn doorbraak, en na de oorlog heeft hij voor vele schepen de Staten dan van 57 op dit schip. Hij werkte samen met, eigenlijk, Huub Hierik. Na de pauze gaan Christa en Joke Havenkom van Rijswijk u zelf een en ander vertellen. Ik ga nu niet alles vertellen, kunnen zij veel beter. Maar dan krijg je toch even een indruk. Dit is haar, ze is hier ook gelukkig aanwezig, net als Joke trouwens. En zij kan nog uit de eerste hand vertellen over die twee schilderijen. Want er was eigenlijk het verhaal erbij, dat even als introductie, wij dachten tot 2010 dat Huub Hierik die geschilderd had. En toen stond daar ineens in 2010 Christa van Santen in de zaal. Die zegt, ja, maar wacht eens even, ik heb ze geschilderd. Nou ja, vertel, nou, dat gaat zij vanmiddag gewoon eventjes aan ons haar fijn uitleggen hoe dat ging. Nou, en ze hangen er nog steeds. Dit is een plaatje van wat eerder, maar oké. Prachtige ruimte natuurlijk. Dit was eigenlijk ook een beetje de eerste klas en nachtclub. Hier werd het in de kleine uurtjes feest gevierd. Maar ook wel, je ziet van die gezellige hoekjes waar je kon terugtrekken als je niet meteen aan het feestgedruis wilde deelnemen. De bibliotheek was er natuurlijk ook in eerste klas dan, ook op het promenadedek op dit dek voor de toeristenklas. Nel Klaassen en Jaap Bouwhuis hebben daar dit kunstwerk gemaakt, thuiskomst na de visvangst. Prachtige bibliotheek, de betimmering is nu anders, maar toch even als een idee hoe dat was. De smoking room is natuurlijk van belang. Karel Wirt is eigenlijk ook een hele belangrijke naast Van Tienhoven. Een belangrijk architect geweest aan boord, die de belangrijke monumentale ruimtes op het schip heeft gemaakt. Waar hij dus ook Wally Elenbaas, Evelien Schuurman en Wieveren voor inschakelde. Zo'n confidant, nou, Harry Schuik noemde hem al, een bijzondere bank voor twee gesprekken, zeg maar. Karel Wirts werkte samen met Wieveren. Wieveren was een afgekeurde piloot die als hobby had het gieten van bijzondere diersoorten in perspex. Nou, dat kon hij heel goed. En dit perspex is er ook nog steeds. Dit hangt er nog gewoon zoals 60 jaar geleden. En daarachter de prachtige smoking room met in Bangkok type met kunstleer plafond. Meubels zijn niet origineel, tafels wel. En natuurlijk het kunstwerk van mevrouw Schuurman. Rokerstafeel, zo'n 7 rokerstafelen. De vloerbedekking is van de derde generatie.
om even een indruk te geven van hoe kunstenaars naar elkaar keken. Ik had de illusie vroeger dat alle kunstenaars één grote familie waren en elkaar gewoon ook verteerden en complimenteerden. Maar toen wij hier met, dat heeft het Joke nog wel, toen we hier met mevrouw Van Waterschoot doorheen liepen, Giselle, toen riep zij uit, wat een afschuwelijke vloerbedekking, hoe verzint iemand het om hier die vloerbedekking neer te leggen? Dus grappig, men is vaak heel meedogenloos naar elkaars kunstwerken. Mag ook wel hoor, je mag best kritisch onder elkaar zijn. Ja. Maar dit is dus de derde generatie, overigens weer te danken aan, want toen het schip in 1997 verkocht werd aan een Amerikaanse rederij, is daar gewoon een stippeltjes tapijt neergelegd. Maar een van de stuurlieden die nam een stukje daarvan, een paar vierkante meter, mee naar zijn hut. Hij vond het zo leuk. En dat stukje is dus weer gebruikt voor de remake van dit tapijt. Nou, hier is Wally Edelbaas, links nog in zijn fleur. Hij was oorspronkelijk steendrukker, toen het te zwaar werd zeefdrukker. Een fotograaf met zijn vrouw Esther Hartog. En rechts ziet u hem in 2006. Ja, daar stond hij, hangend eigenlijk meer tegen de wand. Ik heb hem nog net kunnen spreken toen. Hij was blij dat alles er nog was. Het schip was er nog niet, hij vond het mooi. Maar het grappige was, het was ook al ver in de 90. Ik had toen net een digitale camera, waar ik heel trots op was, waarvan ik de werking nog amper snapte. En hij wou eigenlijk alleen maar weten hoe die camera werkte. Het was fantastisch.